Kan je praten met God? Dat was de grote vraag van de 17-jarige Roos Koelewijn uit Zeewolde. De afgelopen jaren is ze daarom op zoek gegaan naar de stem van God en schreef daar een boek over. Ik ben gelovig opgevoed en vond het altijd leuk om naar de kerk te gaan. Maar ik zocht toch naar iets meer. Ik zocht naar het echt ervaren van het geloof. Dat het geloof iets levens werd. En daarom ben ik eigenlijk daarnaar op zoek gegaan. Dat het echt een bevestiging was dat God echt bestond. Op haar 13e kwam die bevestiging toen ze de stem van God voor het eerst hoorde. Voor Roos was dat een belangrijk moment, want ze was op dat moment al bezig met het schrijven van haar boek. Gods stem klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde als je eigen gedachten. Dus God spreekt door middel van onze gedachten. God kan ook spreken door middel van de natuur, de Bijbel of andere mensen. Maar in het boekje heb ik echt gefocust op hoe God spreekt door gedachten en beelden heen. Nou ja, en dat klinkt dus eigenlijk hetzelfde als je eigen gedachten. Zo kan ook God spreken. Maar kun je voorstellen dat sommige mensen denken, die is niet helemaal 100? Ja, dat snap ik heel goed. En dat had ik zelf ook eerst heel erg bij mensen die zoiets vertellen. Het klinkt gewoon heel zweverig. En daarom denk ik, het is gewoon heel belangrijk om zelf op zoek te gaan naar, ja, wat betekent het voor mij? En om het zelf gewoon eens te proberen en aan God te vragen, als u dan bestaat, kunt u me dan een gedachte geven? Tijdens het schrijven van haar boek heeft Roos veel ervaringen van anderen aangehoord. En op die manier werd het geloof levend. Op haar kamer is ongeveer een jaar bezig geweest met het schrijven van haar boek. Ja, ik kwam er eigenlijk bij doordat ik om me heen zag dat er best wel veel vraag naar was. Naar antwoorden op vragen die mensen hadden. Dezelfde vragen die ik zelf ook had gehad. En zelf zou het voor mij heel waardevol geweest zijn als ik zo'n boekje had gehad. Dus ik dacht, ik schrijf het op, zodat eigenlijk om mensen verder te helpen. Ook om jeugd verder te helpen ja, in het verstaan van Gods stem. God geeft antwoord, dat belooft hij. Het kan nogal spannend zijn. Als je God leert vertrouwen en hij is het meer dan waard om te vertrouwen, dan verdwijnt jouw angst en onzekerheid. Het boek is in november uitgekomen en er zijn momenteel 300 exemplaren verkocht. Roos hoopt dat het anderen kan helpen om ook de stem van God te vinden. En ook dat ze gewoon ontdekken hoe God spreekt en dat hij dat kan doen en hoe ze dat dan kunnen oefenen.